Leen uit Houthalen wil graag weten hoe ze vetplanten moet verzorgen. Vetplanten zijn de gemakkelijkste planten die je maar kunt voorstellen. Het enige wat ze nodig hebben is heel veel zon en weinig water. Ze leven tientallen jaren lang, je hebt ontzettend veel keuze en ze kosten niet veel. Het zijn de ideale planten voor beginnende tuiniers. Het enige waar je moet op letten als je vetplanten koopt, is of ze voor binnen zijn of voor buiten. Voor buiten heb je vooral de hemelsleutel, de sedum en de huislook, de sempervivum. Die kunnen perfect tegen de vorst. Maar bijvoorbeeld de echeveria is echt een huiskamerplant, kan niet tegen de vorst. En ook de aloe vera, die moet je vanaf nu naar binnen halen. In de zomer kunnen ze buiten, maar in de winter moeten ze absoluut binnen. De agave die kan een beetje vorst hebben tot -5, want in zijn blad zitten suikers, waarvan de fameuze agavesiroop wordt gemaakt, en die beschermen de bladeren tegen de vorst. Maar als het kouder wordt dan -5, dan moet hij wel terug naar binnen. Als je vetplanten koopt, zitten ze vaak in een plastic potje. Verplant ze zo snel mogelijk naar een stenen potje. Hier kunnen de wortels veel beter ademen en zal ook teveel aan vocht veel sneller wegtrekken. Dus ze blijven hier mooi droog in. Je hoeft ze ook niet in een veel grotere pot te zetten. Ze kunnen gerust dicht bij elkaar, dus een pot van ongeveer die maat is voldoende om ze in te planten. En sommige hebben zelfs heel weinig aarde nodig, omdat ze maar kleine worteltjes maken. Dus een platte schaal die je helemaal vult met vetplanten, dat kan perfect. En de huislook die heeft zelfs geen aarde nodig. Die kun je gewoon op een dakpan leggen. Ik ken hem trouwens, want hij groeit op veel daken ter bescherming van donder en bliksem. Vetplanten die houden heel makkelijk het water in hun bladeren vast. Dus om de 3 tot 4 weken water geven is meer dan voldoende. De grond moet goed droog zijn en je kunt gerust een keer aan zo'n blaadje voelen en als het wat slap is, dan is het tijd om water te geven. Sowieso zet je nooit een schaaltje onder je vetplanten. Het water moet echt makkelijk weg kunnen. En geef ook alleen maar water aan de rand, dus nooit op de bladeren. Dat hebben ze absoluut niet graag. Vetplanten kunnen heel lang in een pot blijven staan. Eigenlijk is het voldoende als je ze op de 4 jaar verplant. Hou ze niet bij de blaadjes vast als je dat doet, maar effectief bij de wortelkluit, want die blaadjes zijn toch wel heel erg kwetsbaar. En ook de potgrond is belangrijk. Ofwel neem je cactuspotgrond, ofwel maak je zelf je mengeling. 2/3 universele potgrond met 1/3 grof zand of grind. Vetplanten groeien niet alleen gemakkelijk, ze vermeerderen zich ook heel gemakkelijk. Heel snel heb je allerlei kleine rosetjes die zich rond de moederplant vormen. En die kun je gewoon losmaken en opnieuw planten. Je moet ze eigenlijk heel oppervlakkig op de potgrond leggen, in een niet te grote pot. En een paar dagen wachten voor je ze water geeft. Als er aarde tussen de rosetjes gevallen is, dan doe je ze eventjes weg met een borsteltje. Want die aarde zou kunnen gaan rotten. En tot slot, vetplanten hebben heel weinig nodig. Als je ze 1 keer in de lente cactusvoeding geeft, zijn ze tevreden. Tot volgende keer!